sfeer en vooral heel veel interactie met jullie, het publiek. Wat ik echt van vrouwen wil weten. Nou, de belangrijkste is toch wel, waarom zeuren jullie toch zo? Echt, weet je, je zoekt ons uit omdat je ons leuk vindt. Dus we zijn leuk en we zien er goed uit en we zijn aardig tegen je. We hebben waanzinnige seks met je, we hebben leuke gesprekken. En toch, op zeker moment, gaan jullie altijd tegen ons zeuren. Waarom? En wat wij dan vaak horen aan vragen, veelal gaat het over liegen. Waarom mannen liegen? En nou ja, daar kan ik van alles over vertellen, maar niks wat je wil horen. Dat is wel een ding, hè. Die antwoorden die je bij ons krijgt, die zijn dus eerlijk. Als wij bijvoorbeeld praten over waarom belt een man niet binnen een week, dan gaan we je gewoon zeggen dat het is omdat hij je niet meer wil zien. Omdat hij je niet leuk vond, omdat hij je niet aantrekkelijk vond. En daarom belt hij niet omdat hij zijn telefoon kwijt is, of omdat hij verlegen is, of omdat hij niet tegen sterke vrouwen kan. Dat zijn dingen die maken jullie elkaar wijs. Wij gaan nu de waarheid vertellen. Dus dat wordt wel hard, hè. Het kan dus ook gewoon zijn dat je s'avonds naar huis gaat en tegen je man zegt van, is dat echt waar wat die gozer zei? En dan zegt hij, ja, is echt waar. Dus er gaan echt koppen rollen. Wat wij willen hebben is een publiek dat actief bezig is met zijn liefdesleven. Alles wil weten van die man, alles wil weten van die vrouw. Echt een echte grote liefdespanter wil worden. Want wij kunnen het je leren. Ik weet alles van vrouwen, zoals jij weet alles van mannen. Wij samen zijn een geheim wapen van de liefde. Als jij die voorstelling hebt gezien, weet je ook alles. Dan ga jij weg met het gevoel van, ik weet nou hoe het komt. Ik weet nou hoe die relatie goed komt. Sukkel. Die laser ik er vanavond nog uit. Dat wordt het.